tot later gisteravond gedebatteerd over de Kamer. Of nee nou werkelijk nee is. Volgens de PvdA was nee nee, maar is nee nu wel weer een soort van ja. En volgens de premier is een nee mogelijk toch geen nee, want een ja, mits en maar een nee een ja wordt. En volgens D66 is nee opeens nu wel een nee. Kijk zelf maar. Meneer Rutte, wat begrijpt u nou? Het is een hoop veroorzaakt. Ik? Ja, u? U snapt niet wat nee betekent. Dat is niet meer waar. Volgens mij is het iets te simpel om te zeggen nee is nee. Want dan nou, dat was de vraag, hè? Ja of nee? En toen was het nee. Ja, maar... Nee. De onwil is enorm groot bij dit kabinet om het verlies te nemen. De kiezer krijgt hoe langer hoe meer in de gaten wat een poppenkast het hier is. Kees Verhoeven, u bent vaak B-garnituur genoemd op Geen Stijl. Dat nemen we terug. U heeft toch ballen en ruggengraat. Ja, eigenlijk nooit getoond, maar als het ertoe doet, bam, dan is hij er. Als ik nou met jou zo'n gesprek moet gaan voeren over dat ik ballen en ruggengraat zou hebben, dan is voor mij de lol eraf. Ik wil namelijk wel degelijk met dat nee eens doen. En als je gaat kijken waar jij en anderen op gewezen hebben... U, hè? Ik ben nu een grote jongen. Meneer Roos, waar jou op gewezen hebt en anderen... Dan zijn daar goed die onderwerpen allemaal besproken. Dan kun je proberen in een onderhandeling de recht aan te doen. Dat zal ik gaan proberen. Nee, maar u begrijpt niet helemaal. Er valt helemaal niks te onderhandelen. De vraag was of we dat associatieverdrag willen, ja of nee. Het antwoord was nee. Nou, dat is het dan. De PvdA, het is dan niet te geloven, hè, wat die gasten weer presteren. Ja, mijn stelling is, als je een wet maakt als een referendumwet, met daar heel duidelijk in twee mogelijkheden ja of nee, dan moet je niet een derde mogelijkheid verzinnen. Het wordt niet heel veel ongeloofwaardig. Het is een shitpartij wat dat betreft. Eigenlijk wel wat meer dingen betreft. Alleen dit is helemaal treurig natuurlijk. Ik bedoel, als je iets toezegt, moet je het ook doen. En als je dan hier in de Kamer, als het puntje bij paaltje komt, weer draait, ja, dan is het echt letterlijk om misselijk van te worden. Als je van tevoren aangeeft, we volgen het, dan moet je na afloop dat ook zeggen. Mevrouw Maai, u heeft toch voor mijn camera gezegd vorige keer, wij accepteren de uitslag. We hebben er met de fractie over gesproken. En we gaan straks kijken naar de uitslag. En als de uitslag inderdaad is meer dan de drempel is gehaald en de meerderheid die zegt of ja of nee, dan accepteren wij het of ja of het nee. We hebben volgens mij ook vorige week nog een keer duidelijk, nadat jullie gefeliciteerd overigens hadden gewonnen, dat we op deze manier het verdrag niet kunnen ratificeren. Oh, dat is grappig, want uw collega Servaas heeft net gezegd dat het uiteindelijk dat schrappen niet hoeft van hem. Nogmaals, ik heb het debat niet gevolgd, dus daar kan ik niet op reageren. Ik moet even kijken wat er gebeurd is. Nee, oké, maar misschien bleef u wel bij uw standpunt, maar u behoort bij de PvdA, dus ik snap het. Succes vandaag. Nou, dankjewel. De PvdA is gewoon een strandballetje op een stormachtige zomeravond weer, hè? Ja, het is niet te geloven. Wat willen ze nou? Voorlopig geen besluit, geen intrekkingswet. Voorlopig, misschien ooit wel. Praten met Europese partners, praten met mensen uit het nee-kamp. Maar voorlopig niet luisteren naar de kiezer. En de PvdA heeft gezegd, we gaan de uitslag volgen en doet het nu niet. Blablabla, dat was wat we hoorden van de Partij van de Arbeid. Het is geen sterk verhaal. Maar heeft u überhaupt de PvdA wel eens op een sterk verhaal kunnen betrappen? Sterke verhalen zijn ze wel goed in. Ik mag van u niet praten met Brussel hoe we met het nee omgaan. Want nee is nee. Punt. Nee, het Nederlands volk heeft gesproken. Die zei nee. Dus het Nederlands volk heeft niet gezegd. Oh, we hebben nee gezegd. Oh, Rutte, ga nog even lekker in de achterkamertjes in Brussel wat doen. Nee, maar vervolgens zegt u, je moet er wel wat mee doen. Ja, schrappen. Volgens mij heb ik de heer Samson voor uw eigen camera wel eens horen roepen. Nee is nee. Ja, drie letters. Klopt. Nee is nee. Nou ja, de VVD heeft er nogal moeite mee met die drie letters. Ja, ik niet. En nu is het in één keer, nou weet je, nog een paar maanden met iedereen praten. Laten we tot de zomer nog eens kijken. Dus ja, ik heb al de vraag gesteld aan de heer Servaas van die partij. Vindt u het gek? Hoe denkt u dat u op 8 zetels komt? Dat is tot dit soort leugens en volksvlakkerij. Meneer Jan, we gaan toch alleen over de Nederlandse kiezer? Precies, meneer Mark. Maar u heeft het altijd over die 27 andere landen. En we gaan het toch niet over wat dan die andere landen doen? Als die andere landen met elkaar doorgaan, dat vindt u geen probleem? Ja, het is zo. Een referendum is geweest, de vraag is gesteld en er is een nee gekomen en is er een nee. Dan zijn het gewoon oneens. Wat zegt Rutte nou eigenlijk? Die zegt dat nee je beter... Is, die nee zegt is, dat je nee is misschien wel nee, maar je kan beter eerst praten zegt, voordat je nee zegt, Rutte, want dan kan het ja worden. Rutte zegt dat als je ja zegt, je meer recht doet aan het nee. Ja, nee, ja. Ja. Als dus een meisje in de kroeg nee zegt, dan zegt u van blijf net zo lang onderhandelen tot ze ja zegt. Dat sowieso.